Goedenavond, lieve familie en vrienden, kennissen, wie dan ook, de leden, de volgers, allemaal niemand anders dan allemaal jullie, die nou gaan zitten te kijken. Ik ga een kersttoespraak houden, zoals ik elk jaar probeer te doen. Ik heb het op de computer staan, dus ik moet af en toe even scrollen, ja. Dus lieve familie en vrienden, ik wens jullie allen een heel mooi, maar vooral een liefdevol kerstdagen toe. In saamhorigheid, ook hoop ik en bid ik, dat we met ons allen een mooiere en een liefdevollere toekomst tegemoet mogen gaan. Dan het de afgelopen 3 jaren is geweest. Het was dan ook voor ons absoluut geen feest. Maar we moeten het met ons allen en wat van zien te maken. En probeer je leven te leven zoals jij bent gewend. Daar we onszelf ons eigen feestje ervan moeten maken. Daar anderen dat niet voor ons zullen doen. Moeten wij onze slingers zien op te hangen. En moeten komen voor onze eigen belangen. En daarnaast wens ik alleen veel vrede, vreugde, vrijheid, genegenheid, liefde, gezondheid en geluk voor elkaar en met elkaar. En geen haat en nijd, maar wees lief naar wie dan ook. En help elkaar waar dat nodig is. Heb respect voor elkaar. Of we nu zwart, bruin of geel of wit zijn. We zijn namelijk allemaal mens van vlees en bloed. En een kind van God, wat voor geloof je ook mag hebben. We zijn allemaal een mens en geen robotten van de maatschappij. Dat maakt mij in ieder geval al blij. Laten we samen 2 minuten stil zijn voor een stil gebed. En ik wens jullie natuurlijk allemaal, niemand uitgezonderd, of het nou vrienden, familie, kennissen, leden, volgers zijn, maakt niks uit. Ik wens jullie allemaal een fijne kerstdagen toe en God zegen. Ik zou zeggen, geniet ervan met elkaar en ja, doe je ding. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.